Hallo allemaal. Het is nu een half jaar geleden dat ik in dienst gekomen ben bij Gent Congres. En ik had u beloofd om naast de officiële vergadermomenten zoals de algemene vergadering ook tussentijds met jullie te communiceren over het reilen en zeilen van Gent Congres. Welnu, deze videoboodschap is een eerste stap in die richting. En het is de bedoeling dat we met een dergelijke boodschap om de 3 maanden naar jullie terug toekomen. Ik dacht met mijn 20 jaar maïservaring dat mijn inwerkperiode wel vlot zou verlopen. Dacht ik. Het is toch wel iets intenser geworden. Ik heb niet op één front, maar op meerdere fronten tegelijk moeten bezig zijn. Enerzijds omdat Barbara direct na mijn aanstelling buiten strijd was door ziekte, maar Aniek die ziek gevallen is, waardoor zij ook niet mij kon inwijden in de geheimen van Gent Congres. En tussendoor moesten we dan onze nieuwbakken, maar toch dol enthousiaste medewerkster Lien van Toerisme Oost-Vlaanderen ook nog eens opleiden. Dat maakte dat ik alleen stond voor de vele uitdagingen die er waren en die ik niet kon inschatten voor mijn overstap naar Gent Congres. Het was dus het een en ander, maar zoals een bekend Nederlands voetbalfilosoof ooit zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. We hebben nu tenminste een goede fundering naar de toekomst toe. Natuurlijk zijn we meer bezig geweest dan brandende bussen alleen. We hebben ook al het een en ander gerealiseerd in die paar maanden. Eerst en vooral, het belangrijkste, hebben we ons actieplan voor 2014 nog bijgestuurd en geobjectiveerd voor het eerst in de geschiedenis van Gent Congres met objectieve doelstellingen. We hebben ook keuzes gemaakt op vlak van markten en doelgroepen, want je weet, kiezen is winnen. Ook willen we dit jaar nog toch naar nieuwe leden gaan en we zijn ondertussen toch in geslaagd om ook weer 4 nieuwe leden aan te werven. Tegelijkertijd zijn we ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe formules, ledenformules voor 2015. Online hebben we ook niet stilgezeten. Eerst en vooral hebben we een analyse laten maken van onze huidige website en daaruit bleek duidelijk dat we best overstappen naar een nieuwe website en dus ook hier zijn ondertussen de nodige stappen gezet om tot een nieuwe website te komen in 2015. Ook willen we meer online communiceren. In 2013 bijvoorbeeld hadden we 1 nieuwsbrief die ging naar onze klanten. Zo zitten we momenteel al op 4 nieuwsbrieven voor dit jaar. Iedereen kent ook wel de slogan Gent zien is Gent kopen. Wat willen we daarmee zeggen is dat we dus meer willen inzetten op kennismaking, persoonlijke kennismaking van klanten met Gent en Oost-Vlaanderen. Site inspections en fantrips zijn daartoe de ideale instrumenten. In 2013 hadden we bijvoorbeeld voor de site inspections een 15-tal site inspections. Momenteel zitten we reeds op 21. En voor de fantrips zaten we in 2013 op 6 fantrips voor het hele jaar. En momenteel hebben we dit aantal ook al opgetrokken naar 11 fantrips. We willen ook meer naar de bedrijven proactief toestappen. En daartoe hebben we dit jaar ook een aantal sales missies ingebouwd. In totaal een 6-tal, waarmee we hopen tegen het eind van het jaar toch wel een 100-tal nieuwe persoonlijke contacten gelegd te hebben bij bedrijven in het binnen- en het buitenland. En, niet onbelangrijk, het aantal dossiers dat we behandelen bij Gent Congres. Dit moest ook omhoog dit jaar. In 2013 zijn we tot 125 dossiers gekomen die behandeld geweest zijn. Momenteel, begin september, zitten we al op 114. Dus dat is ook wel snor voor dit jaar. Misschien ook nog een woordje over de congressen. Sinds mijn aanstelling zijn we er ook al in geslaagd om een paar belangrijke congressen naar hier te halen die goed zijn voor een 4000 extra overnachtingen tussen nu en 2017. Naast de sales en marketing hebben we natuurlijk ook allerlei flankerende initiatieven genomen om onze werking verder te optimaliseren. Zo hebben we onze database willen upgraden en verrijken. Daartoe hebben we een instrument zoals telemarketing ingeschakeld. En willen we naar volgend jaar toe ook met een nieuw CRM-systeem starten dat ons moet toelaten om meer opvolging te doen op vlak van dossiers. Ons bidboek hebben we ook een nieuwe layout gegeven, zodanig dat we ook daar in onze wedstrijden met andere bestemmingen beter aan de bak komen. En tot slot hebben we de commissie marketing nieuw leven ingeblazen. Die commissie marketing, die vooral met vertegenwoordigers vanuit de privésector bemand is ondertussen ook al 4-tal keren samenkomen om te kijken hoe we onze marketing verder kunnen optimaliseren. Het aanvraagformulier, zal u ook gezien hebben, is ook aangepast zodat u uw offertes beter op maat van onze vraag van de klanten kan opstellen. We zijn ook bezig met een nieuwe promotiefilm voor 2015 en ook onze back-office werking zijn we hard aan het werken om daar ook sneller met jullie terug te komen. Tot slot zijn we dan ook momenteel bezig met de planning voor 2015 en willen we reeds in oktober naar jullie toestappen met ons actie- en marketingplan voor 2015. Last but not least,
Veel werk aan de winkel was daar, dat is de communicatie met jullie, onze leden. Zoals gezegd, om de 3 maanden zullen we met een videoboodschap naar u toe stappen, maar ook maandelijks zal er een matrix naar u toegestuurd worden, waarvan u een in bijlage vindt, waarin u de stand van zaken ziet van alle dossiers die elke maand bij ons binnenkomen en naar jullie doorgestuurd worden. Genoeg voor vandaag. Ik hoop dat het interessant was. Laat me uw mening weten over deze video en of we op dergelijke manier mogen verder gaan. En vergeet ons ook niet op Facebook te volgen door ons te liken. In bijlage tot slot vindt u nog ons huidig actieplan, waarin u al onze acties ziet voor dit jaar, als ook de matrix waarover we daar juist gesproken hebben. Aarzel niet met te bellen op het nummer 09-266-5652 voor een afspraak waarin ik alles persoonlijk bij u wil komen toelichten. En ja, en voor ik het vergeet, het is de bedoeling dat we ook elke keer bij zo'n videoformat telkens een testimonial aan bod laten komen van mensen die ver of van dichtbij met Gent Congres te maken hebben. Ik kan u al verklappen, de volgende keer is het wel direct met 2 klappers van formaat. Dus ik zou zeggen, kijk in de volgende keer. Dag! Oké. Is het goed? Ja, is goed.